Charlotte, how are you? I'm okay, thank you. I'm fine. We've had a good replies from people, reviews. They've given us the thumbs up, top. That's really great. And what has anybody asked you questions, or has anybody replied on your side? No. Not een question zo van, ja, ik zeg het even in Nederland, niet specifieke vragen, maar wel zo van, nou super, ga ermee door en hartstikke leuk. En Oké. ik denk dat de vragen meer komen als we er verder in doorgaan. Maar het heeft wel de interesses opgewekt bij mensen, dus dat sowieso. Okay. Well, the same here. I'll translate it for the English-speaking people. Wendy is saying yes, she has had a lot of response, something like 300 or 400 responses with thumbs up or carry on, it's brilliant, but no specific questions. But she has, or we have, awakened interest to this subject. So great stuff, great, good news to put the witches in the sunlight. Yes, ja. Dus I'm goed going to nieuws. get stuck with my language now as well. All right. Well, today we are again, we are discussing, for anybody that's coming in now, we are discussing the Witch's Oracle deck from Schiefer Publishers, the Red Feather, and we are going to start with the Banji. I will read to you and for you what the Banshee is. The Banshee is a female spirit in the Irish mythology, usually seen as an omen of death and a messenger from the other world. The Banshee is sometimes linked with the mystical race Dana. That is most probably Gaelic, so I can't pronounce it properly. Sorry, everybody. From where the fairy folk are descended. Banshees are heard more often than seen, wailing as they approach an abode in the late evening or early hours of the morning. She will sometimes perch on a windowsill 2 to 3 hours or even days before impending death. Banshees also wail around natural forms such as trees, rivers, and stones. The meaning of the card is, although human death is inescapable, the foreknowledge of such an event does come with advantages. This not only applies to the finality of death, but also to life in general. The cry of the Banshee is a warning. There is an obstacle coming up that you will soon need to clear out of your way. You already know what it is, but we're hoping it would just go away. It won't. But knowing what's ahead gives you a head start in taking care of it. Consider this card symbolic of the Banshee's cry. You have been warned, and now you must respond. The crystal gemstone that you can use to protect you or neutralize, protect, it's really more protect, a protection. And gives you courage and strength is the bloodstone that protects strength and courage and protection. When a problem arises, consider carrying this gemstone to embolden you so you can tackle the scenario head on. The incantation that you can use, or the affirmation, it's called the incantation here. I heed the warning of the Banshee's cry. This problem I must nullify. I have the foresight to see what's ahead, to solve the problem before it's widely spread.
Okay, so that is the meaning of the card. So she, the history comes from about the Wendy. That was a phone call. I thought I put my phone off, but never mind. I'll cut that out. So the Banjee, I think Marla Brooks, the author of the deck, has taken the information from the folklore that she's from the Irish mythology, and where the fairies, the land where the fairies come from. So it looks like if she's an evil fairy or something like that, don't you agree? And that she comes from Torta de Dana, that is where the country of the fairies. But if I knew that, I would be there. I would love to go to fairyland. Anyway, here we go. So that's a bit of mythology behind this card and the meaning of the card. I love bloodstone. That's a very beautiful stone as well. And again, I like the incantation. So this card basically means that forewarned is forearmed. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat is wat deze kaart eigenlijk betekent. Ben je daarmee eens? Do you agree? Ja, I agree. En I speak no in Dutch. Deze kaart is ook een waarschuwende boodschapkaart. Deze kaart, als je die hebt, moet je door een bepaalde situatie heen, wat niet altijd makkelijk is. Maar je moet het wel aanvaarden, want het komt zeker op je pad. Het is een waarschuwende kaart. Het kan vanuit alle hoeken komen als het ware. Dus dat is wel heel erg belangrijk, ja. Okay, so what Wendy is saying is this is a card for a warning, and you have to go through certain things. It's also warning you that you have to experience certain things, and you are forewarned. And now I forgot what you said. What else? Because forewarned. Wat zei je nog meer? Dat het een waarschuwende boodschap heeft. En, warning message, ja. Yeah. En dat je er doorheen moet door bepaalde situaties. En dat je het ook echt moet aanvaarden. And you have to go through certain circumstances. But you must acknowledge the circumstances or the situation. So that it can improve. Ja, en het is ook een boodschap als het ware zo van de onderwereld. En de onderwereld wordt als het ware benoemd van het onbewuste in je leven. Iets waar je nog niet hebt stil bij hebt gestaan. So Wendy is also saying, this is also a warning from the underworld. That's the world where, from the dark place, in where the devil, where all the negative resides. And what else? Nou goed, het is een van de onderwereld of gewoon een van je onbewuste. Het zijn boodschappen van je onbewuste. It's a warning from the subconscious as well. Ja. En het is ook van, je moet wel met deze kaart, als je die hebt, opletten om je situatie, om mensen om je heen. De situatie waar je in begeeft. Dat je daar gewoon goed kritisch gaat naar kijken van wat is goed voor jou en wat stoot ik nu op dit moment gelijk af. So it's not only going through the situation or acknowledging it, but what do I push away, or what do I have to let go? How can I improve the situation? It's a little bit like the hermit. When you go into meditation and to retreat, you can throw away the old stuff and so that the new stuff can come in. Also, weigh the situation, weigh the options so that you can come back into balance. So it is a warning to seek the answers before it comes towards you. Okay. Thank you. But the hermit is a retreat, and
It's like a little bit like this card. So it's like sit down, contemplate, evaluate. But you, in this, with this card, you are already forewarned. And with the hermit, you do not get a warning. You should be wise enough to know when to take time out and to contemplate and evaluate. That's beautiful. Thank you very much for your definition, Wendy. Ja, en het is ook een kaart, hè, waar je in de hekserij gebruiken de Benji niet echt zoals in de hekserij, maar gewoon puur als kaartendek als het ware, laat het een waarschuwing zijn. En natuurlijk, in de hekserij zijn er ook waarschuwingen, zijn er ook dingen komen op je pad, maar het is niet dat we dat gelijk gebruiken als het ware, zo niet op die manier. So Wendy is saying we don't use banshees. This is just purely because of the oracle deck, and that this is as a card for warning you. Be aware of warnings. Of course, we do have things that warn us as witches, but this is just purely. In the oracle deck, we don't have banshees. We use other things like the birds and crows, I take it, and ravens and cats. Yeah. Yeah. Okay. Great. Not black magic. Yeah. Not black magic. No, not black magic stuff. No. You are really. We're talking about the healing side of the witches, the white witches. We're not talking about the occult. But I don't think even in the occult they would have bad spirits like banshees, would they? I don't know whether you know that or not. I know, she have. Ik zal het even vertellen. Nee, ze hebben het wel, maar dat wordt vaak misbruikt, zeg maar. Het is bezweringen doen ze dan op een negatieve manier om mensen pijn te doen en kwaad aan te doen. Maar zo werk ik dus niet. Het is gewoon puur en zoveel heel veel andere heksen ook niet. Kijk, we hebben de donkere, de light en hè, de hè, de donkere en het lichte, dat werkt samen. Ja, dat hebben we besproken in de eerste en geloof ook in de tweede aflevering. Zo als je wilt weten, kijk dan even terug naar de eerste en de tweede vlog. Like Wendy says, we've already discussed this in the first video and in the second episode, the second video, that the difference of the witches is the black and white. She's the white witch, she's a healer. This is really, the black witch is the occult witch, and they do spells, they do spells as well, but they have the negative side, so they do that to pest people, to hurt people, but the white witches do not do that, and Wendy doesn't do that either. Okay, well, the next card we are going to do is the Book of Shadows. Yeah. What does the Book of Shadows mean for the witch? And for Wendy herself, I'll read you the reading meaning again. So here we go. The Book of Shadows, or Grimoire, is a record book kept and used by a witch to record research, thoughts, experiences, and spiritual information. It's a cross between a diary of a spiritual and a magical experiences, and a recipe book for spells, incantations, and potions. Once the book has been consecrated, it should not be shown to anyone. This only causes you to lose the energy that you've put into it. Some of these magical books have been passed down in families for generations to generation. The Golden Grimoire is one of the more famous mythological versions of the magical book. It's said to be the Book of Shadows of Merlin the Magician. The meaning of this card, when the book appears in a reading, it is telling you that you are not
paying enough attention to detail. Write things down. Create new spells, new thoughts, new ideas. Fill your grimoire with your recipes for life. Be precise in your words, but don't share all the information you put in there. Not every aspect of your life should be an open book. And in other words, keep stumm, play the cards close to your chest. There are things that are private. Yeah, the crystal and gemstone that you can use or carry is the fluorite. That is a sort of a pinkish purple stone. Fluorite is a many-hued gemstone that installs focus, discipline, and integrity. Work with this stone to support your studies, both magical and mundane, as it activates the full potential of the mind. New thought incantation, new thoughts and creations will not be ignored. They will come to mind, and then they'll be stored in this magical book I keep by my side, and then by its wisdom I will always abide. Heel mooi. Heel mooi. Yeah. So, what does the book of the shadows mean for you, Wendy? The Book of Shadows is voor mij een boek wat belangrijk is in de hekserij. We hebben het nodig. Je moet het zien als je eigen dagboek. Als een boek waar je geheimen in plaatst. Dat hoeft niet altijd geheim te zijn voor een ander. Maar gewoon bepaalde dingen in het leven hoef je niet altijd te delen met een ander. Je kan bijvoorbeeld je ideeën opschrijven, je rituelen die je zelf in elkaar hebt gezet of gewoon bestaande rituelen. Je kan ervaringen kan je daarin schrijven, creaties. Het is als het ware je gedachtenboek. En je gedachtenboek die draag je mee. En dat is gewoon heel erg leuk om daarmee samen te werken. En moet je eerst even vertalen of zeg je... Ja, dat wordt te lang vanwege mijn hoofd. Sorry jongens, heel veel mensen weten dat ik ook een whiplash heb. En dan ben ik een beetje vergeetachtig. Sorry, a lot of my viewers will know that I have whiplash. And that's why I cannot remember things if it's too long to translate. So my excuses. Okay, for Wendy, the Book of Shadows is very important. And she says you can put your personal things in there, like ideas, recipes, incantations, spells. Like if you like before we started, we talked through the cards as well, so it flows into each other, one card into the next. So we try to do it as professional as we can. So she said, well, you know, when you go for a walk and you see a plant and you've never seen it before, take the plant, bring it home, dry it and put it in your Book of Shadows. And your Book of Shadows, like it already said in the description, it's like your diary, your study whilst you're learning. I suppose Wendy will have to confirm this, when you are growing to be a witch or studying to be a witch, you put all your new ideas in there and your lessons as a witch. That is awesome. Ja, het is net wat je ook zegt. Het is, je neemt als ware, je gaat de natuur in en je komt als ware een kruidenplantje tegen. Neem het mee en ga het op een gegeven moment drogen en plak dat ook daarin. Ga ook erop schrijven wat voor ritueel je ermee gaat doen of wat je hebt gedaan. Dat kan ook dat je in het bos of in de natuurgebieden je eigen ritueel al hebt gedaan, maar dat het slechts dan een fractie van een herinnering is die je daarbij plaatst. En dat kun je ook je gevoel daarin plaatsen en dat het fijn voor je was. En dat je met bepaalde kruiden hebt mogen werken van de tijd van de seizoenen. En dat maakt het ook wel heel erg mooi. En zo hou je je eigen dagboek als het ware bij. En je eigen Book of Shadows met nou ja, alles wat je maar wil. Maar gewoon echt
puur de hekserij, de recepten. Dat kunnen foto's zijn, dat kunnen plaatjes zijn. Je kan soms wat tegenkomen in bladen of op internet, dat je dat dan uitknipt en er ook in plakt. Dus het is, ja, zo creëer je je eigen wereldje als het ware, je eigen boek, wat belangrijk is voor jezelf. En dat is puur je eigen boek, die je niet hoeft te delen. Vaak is het wel zo dat mensen met elkaar omgaan, oftewel partners van elkaar, die delen dat wel met elkaar, maar daarbuiten niet. Nee. Wendy is also saying that, it, like I said, when you're learning to be a witch, it's nice to take the herb when you've gone out for a walk, or if you've done an incantation or a spell in the woods or wherever, that you can use this plant as a memory, dry it and then stick it in a book, say what you've done and when you've done it and what it means to you and how you felt. All those type of things you do in the Book of Shadows, your diary, your witch's book. And my question is, do you have the book on the altar, Wendy? Or do you put it in a safe place behind lock and key? I have it in a safe place. It is not that my children... de kinderen kunnen er niet aankomen. Sowieso als ik mensen thuis ontvang, ik laat het niet zien zichtbaar. Ik lok het niet uit. Hè, het is mijn boek. En op het moment als ik, ik ga dan met Jurgen dan op den duur samenwonen. Onze Book of Shadows, hè, die we allebei hebben, die zullen wij met zorg dragen op een plek waar voor ons verantwoord is. En waar verder andere mensen niet bij kunnen komen. Op het moment dat we ritueel aan het doen zijn, dan komt die zeker zichtbaar voor ons. En, maar niet voor andere mensen, zoals nou ja, ouders, schoonouders en familieleden en mensen die er eigenlijk niks mee hebben. Nee, dus dat doen wij dus niet. Het is gewoon puur voor onszelf, hè, wat ik ook zei, het is je dagboek. Mensen leggen ook niet hun dagboek zomaar ergens neer. Dus dit is voor ons eigen ding. En als wij wel iets willen delen, dan zullen we dat mondelijk doen of anders toonbaar, aantoonbaar zijn. Maar we laten mensen niet daarin lezen. Nee, nee. Okay. Wendy is also saying, this book is really personal. My partner, we're going to live together because we're moving home. We will put our books together in a special place in the house, but I will not show the book to family or friends, and definitely not people that it doesn't mean anything to. But if we are in ceremonies, we will verbally show that we have the book, but we will verbally bring it out into the open of what we think is of essence at that time. Okay. Yeah. Thank you very much. No, because it's lying here with a skull and a candle, so that's why I thought, oh, is that an altar or a special place? Ja, zoals wij hebben dan ook kaarsen en erbij en we hebben ook een schedel hebben we erbij en zo hebben we nog veel meer andere dingen op het altaar. En ja, dat maakt het gewoon het complete verhaal. En op het moment dat wij dus met rituelen bezig zijn, dan zal die bovenkomen. En dan ook na de rituelen, dan komt daar weer het schrijven in van, nou, wat is onze waarneming en hoe was het? En dat kun je ook delen. Het is niet alleen maar dingen, maar ook wat was je emotie daarin? En goh, hoe kwam het op je af nadat je dat ritueel hebt gedaan? Hè, voelde dat goed of voelde het niet goed? Ja, dus dat is leuk. Ja. Dat is goed. Well, this card is quite explicit. Because Wendy says, yes, we do have skulls and we do have candles, and the book does come out when we do our rituals on the altar. Okay, well, that's a beautiful card. Thank you very much, Wendy. Now, I love this card because it is like the Limbrith, or the Limbrith, like ever, no ending, but coming together, the Celtic hearts. It's all one line. Okay,
I hope you like this card as well. It's an amazing picture for a tattoo. Voor een tattoo kan het zeker. Ja, heel mooi. Okay. And Wendy says, yes, it is really a beautiful tattoo. It would be beautiful for a tattoo. Okay, Celtic heart. Hearts have always been used as a symbol to refer to the spiritual, emotional, and moral core of the human being, and are most commonly used as symbols representing love, which, as we all know, takes many forms. The Celtic heart is formed from one continuous line, representing the union of souls in a visual continuity of continuing faith and love as one travels through the journey of life. The meaning of the card: as we journey through our daily lives, we sometimes take for granted or pay no attention to the love that surrounds us. This includes love on the mundane level, from family, spouses, children, and friends, to the unconditional love of a pet, to the love we receive from our loved ones across the veil. That's heaven for those that don't understand. The veil is the other side. And the love the universe sends our way. Sometimes we need to stop and remind ourselves of the blessings we receive every single day in the form of the love that gives us the strength to carry on, that warms our hearts and energizes us. Place this card over your heart chakra in the center of your chest. This is the love center of our human energy system. Draw its energy into you. The Celtic heart is rose quartz. That's the gem. Rose quartz. Now, I use rose quartz because it's also very calming and good for headaches and relaxing. Often considering to be the love stone, rose quartz opens your hearts to experience more love in your lives each day. If you feel a dearth of love, that's old English, I think, dearth of love, connect to this pink gem to draw more love into your life. So if you feel drawn to it, it means that you want more love in your life. Incantation, the touch of a hand. Sorry, the touch of a hand, the smile on a face, the twinkle of an eye, a loving embrace. These are feelings that help us to thrive, to small acts of love that keeps us alive. Again, beautiful. I think this is my favorite card for the day. Yeah, yeah. It is a beautiful card. Getting a bit emotional here. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Ja. Nou, ik kan wel even op inhaken op de kaart zelf, maar dan in het Nederlands. Het is een kaart als het ware, dus het is het liefde voor het leven. Liefde voor het leven, voor familie, kinderen, vrienden, dieren. Alles wat leeft als het ware om ons heen. Het is niet alleen zozeer de liefde voor het leven, voor mensen, maar ook de natuur. De moeder aarde, wat voor ons zo belangrijk is voor de heksen, maakt het juist dat de ene deze kaart zo compleet. Het is in principe liefde geven, maar ook ontarmen. Dus ook je zelfliefde daarin belangrijk meedragen, dat jij voor jezelf goed gaat zorgen, ook die zelfliefde ontarmt. Dus ga jezelf daarin voeden daarin. Maar doordat je jezelf daarin voedt, kun je ook weer geven. Okay. Ja. Wendy says, this card is not only love for our partners or family or children or friends, but foremost, this card, this sign means for the witches,
the love for Mother Earth and Father Sun. Because we work with the earth and the environment, and that's where our love goes to and comes from, to be one with the universe or the cosmos, not just Earth, but with the whole system, and also to come back to your center, your I, your me. So listen to the word I. You have to love yourself, find yourself important, think that you are beautiful because you are an individual soul and person. And to me, that is what I think is magical. It's the same way I think, because I'm a Reiki master. Come to your center. And again, the angelic chakras and the way, love yourself, think yourself worth. Don't, you know, this is just beautiful message, really. Yeah. En het is ook, ik zeg ook vaak tegen mensen van, het is het zelfliefde, maar heel veel mensen zeggen, je moet jezelf van jezelf houden. Nou, er zijn heel veel mensen die kunnen niet van zichzelf houden, want er is altijd wel iets in ons leven wat anders moet en anders gaat. En kijk, bepaalde dingen, ik zeg altijd van de mensen die zichzelf, die van zichzelf houden, echt van zichzelf houden, dat zijn narcisten. Daar ben ik heel duidelijk in, dat zeg ik altijd. En dat zeggen wij in de hekserij ook. Maar het is in principe, geef jezelf de liefde, omarm het gewoon. En daar bedoel ik niet mee van, je moet van jezelf houden. Dan is het gewoon puur ook wat ik altijd tegen mensen zeg van, accepteer zoals bepaalde dingen zijn. En doe jezelf niet tekort daarin. Dus je moet jezelf lief hebben. Dat is anders dan van jezelf naar je houden. Maar zelfliefde is van deze kaart wel een heel hoog begrip. Ja. Zo, als ik het goed heb, als je van jezelf houdt, ben je narcistisch. Of heb ik kijk, het is in principe zo, als mensen, kijk, heel vaak wordt er ook door psychologen en door de medici vaak gezegd van, als ze ergens heen gaan en ze krijgen een bepaalde hulp, wordt gezegd van, ja, je moet van jezelf houden en je moet van jezelf houden. Hè? Ja. Maar dat niet, want er is altijd wel iets in ons leven waardoor je zegt, oh, dit kan anders, dat kan beter. En dat moet ook, want het is goed, want het houdt je wakker en dan kun je daarmee door. Maar mensen die van zichzelf houden, dat zijn narcisten. Zo zeg ik dat. Want dat zijn mensen waar het alleen om gaat van hun eigen ik. Die zullen andere mensen nooit zeggen, je doet het goed. Ja? Ik snap hem. Dat is ook hoe ik denk. Maar ik, Wendy is saying that people say, love yourself. Yes, you must love yourself. But there's different types of love. You've got people that really do love themselves, and they are selfish because they don't think of others and they don't accept their mistakes or faults. Because when what Wendy is trying to say is, love yourself, yes, but also think of things around you and people around you. Don't be a narcissist, don't be negative. Accept that nothing on earth is perfect. Leave room, keep an open mind, keep an open heart, so that you can improve yourself and learn every single moment of the day. It's like I always say, you're like a rough diamond, and you cannot put the diamond in the setting, because we have so many facets to polish and to sharpen up. And the only time when the diamond is finished with polishing is the time that our body is sleeping permanently. Some call it death. I call it, it's the physical, it's a temple of your soul, but also your soul, I forgot the saying now, but when our physical has been polished up and worn out, then our diamond can be set, and that is the how I think of life. And then we go on to the next frequency, to the next realm, and that is how you should love yourself
love yourself. You're number one, accept yourself. Let there be room. That is the few things, the list that I would use as analyze. So remember, you can love yourself because you are you and you're perfect in the way you are, but nobody's perfect. So just know that. And if people think they are perfect, then those are the ones that are narcissistic. Zo'n mooie kaart, hè? Ja. Yes, the beautiful card she says, definitely. Okay, thank you very much, Wendy. I hope to see you here next week again. And I hope you have a beautiful week. Although we are all in lockdown, many happy returns for your son's birthday. I hope he had a great day. He have a great day, and hij loopt naar binnen. Hij had een mooie dag en dat is gewoon, was wel mooi, maar anders. Het is niet met elkaar te vergelijken als normale verjaardagen, want er was geen bezoek haast. Okay. Wendy is saying he had a beautiful day, but it's not the same as a real birthday because we are on lockdown. Well, hopefully next year it will be even better and bigger. Okay, Wendy, I'll see you next week. Take care and be blessed. And your family, of course, as well. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Take care. God bless.